Ben jij vindingrijk en innovatief in het vergaren van informatie? Bijt je je graag vast in een melding en presteer je daarnaast goed onder tijdsdruk? Dan is het RTIC, het Real-Time Intelligence Center, echt iets voor jou. Dan ben jij wellicht onze nieuwe collega bij het RTIC in Amsterdam. 1109. Het RTIC heeft als doelstelling om de collega's op straat binnen 5 minuten te voorzien van relevante informatie, waarbij de veiligheid van collega's en burgers voorop staat. Dat is een aanmeldlocatie die we meekrijgen vanuit 123 Bergen, maar aan de telefoonnummer en dan dus weer door het RTIC uitgelopen kenteken. Vorig is dus daar, vanuit daar heeft hij gebeld, onbekend is of hij rijdend is of daar. De informatie van het RTIC is beschikbaar voor de noodhulp via het beeldscherm in de auto. Daarnaast verloopt de communicatie met het operationeel centrum via de portofoon en de mobielofoon. We speuren door onze systemen naar relevante informatie. Met het zoekwerk naar de juiste intelligence en openbare bronnen schetsen we een beeld van onze collega's. Op deze manier gaan zij zo goed mogelijk voorbereid op een incident af. Hiermee is ook het verhogen van de heterdaad en slagkracht van de politie onze kracht. Wij zijn een spin in het web. We verzamelen, analyseren en interpreteren data real-time, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Waarmee we proberen om altijd een stap vooruit te zijn. Wat ik fijn vind aan het werken bij het RTIC Amsterdam is dat we een relatief klein team zijn, waardoor je echt op elkaar bent aangewezen. En vanaf het begin is er fijne opvang, waarbij je een coachingstraject ingaat en de werkzaamheden eigenlijk door een directe collega krijgt aangeleerd. De technologische ontwikkelingen gaan op dit moment zo snel dat het ook leuk is om te zien dat je juist met zo'n klein team daar snel op kan anticiperen en daar dus ook je eigen bijdrage aan kunt leveren. Wat ik heel leuk vind aan dit werk is het puzzelen onder tijdsdruk. In korte tijd moet je zoveel mogelijk informatie verzamelen die van belang is voor de melding, om aan de ene kant de heterdaad kracht te vergroten en aan de andere kant de veiligheid van de collega's op straat te waarborgen. Daarbij ben je dus continu bezig met prioriteiten stellen. Wat is nu van belang? En wat dat betreft is het ook rollen of stilstaan. Het is afhankelijk van welke melding er binnenkomt wanneer. En het is dus heel onvoorspelbaar wat er in de dienst gebeurt. Hetgeen wat er op het moment speelt in de samenleving heeft natuurlijk zijn uitwerking op ons werk. Daar zijn wij dagelijks mee bezig. Dat betekent dat we natuurlijk deze meldingen ook aanvullen met veiligheidsinformatie voor de collega's. Als daar grote zaken of mooie zaken bij zijn, dan is het leuk om dat weer terug te zien 's avonds in het nieuws. Dat je daar een bijdrage aan hebt kunnen leveren. Daar zijn ook hele heftige meldingen wel eens bij. Dat gebeurt wel eens. En ondanks dat wij natuurlijk wel op afstand zitten, lees je wel alles mee. En dit kan soms wel eens pittig binnenkomen. Alleen proberen we dat zoveel mogelijk met elkaar te bespreken bij een debriefing. En op die manier dat soort dingetjes voor de een te verwerken. Voor de een is dat makkelijker dan voor de ander. Maar die ruimte is er. Wat ik aantrekkelijk vind aan het werken bij het RTIC is de wisseldiensten. Het geeft mij veel vrijheid. Ik heb zelf een gezin met 4 kinderen en het is prettig. Ja, voor hun gevoel ben ik altijd thuis. Dus dan weet je ook al een beetje hoe je het kan inplannen voor jezelf voor verjaardagen en dat soort dingen. Ik werk ochtend, 's middags en nachtdiensten die je al ruim van tevoren zelf kan invullen. Er wordt rekening gehouden met rustdagen, zodat je wel genoeg rust neemt tussen de diensten in. Je werkt ook daardoor wel in wisselende diensten met verschillende collega's, wat het ook heel gezellig juist wel maakt. Voor mij thuis zou ik het niet anders willen. Het is juist echt prettig om dat in balans te hebben. Wil je virtueel op de achterbank van een politieauto zitten? Sluit je dan aan bij dit team van gedreven collega's van het RTIC. Een onderdeel binnen de intelligence organisatie met een dynamische werkplek op de gezamenlijke meldkamer. Je wordt voorbereid op de uitvoering van jouw taken door middel van een werk- en leertraject. Ben je als noodhulpcollega geïnteresseerd in RTIC-werkzaamheden? Een 50-50 combinatie behoort ook tot de mogelijkheden. Het Real-Time Intelligence Center. Verbonden, alert, voorop.